Goedemiddag allemaal, mijn naam is Marianne van Rijen. Ik ben de oprichter van Meer Vrouwen in de Politiek. En het is mijn missie om meer vrouwen te enthousiasmeren en informeren om politiek actief te worden. Door middel van netwerkbijeenkomsten, trainingen en kennismakingscursus politiek. Maar we hebben ook een debatclub voor vrouwen. En de training onderhandelen, daar kun je allemaal aan meedoen. En ik coach ook vrouwen die politiek actief zijn, met de obstakels die ze tegenkomen. Of vrouwen die politiek actief willen worden, bijvoorbeeld als ze gemeenteraadslid willen worden, of kamerlid, of statenlid, of actief willen worden in het waterschap. En vandaag hebben wij te gast Meili Vos. Zij is er al, dus ik ga haar meteen uitnodigen. Zij is van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid geweest en nu sinds vorig jaar is ze Eerste Kamerlid en ook fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer. Hallo. Hallo. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zie even, je zit even met de van Rotzooien. De verbinding is raar genoeg. Even kijken hoor. Heel slecht. Ik zie jou heel donker, maar goed. We gaan het Oké. Okay. Fijn dat je hier even tijd voor wilde maken. Ik heb je net al even aangekondigd. Je bent tussen 2012 en 2017 Tweede Kamerlid geweest. En nu sinds 2019 ben je Eerste Kamerlid. Ja. Hoe bevalt het in de Eerste Kamer? Ja, het is heel erg fijn. Gewoon. Het is, ja? Je bent bezig met de grote politieke zaken. Niet fulltime. Dat is ook heel prettig, omdat ik daarnaast ook gewoon nog andere erg belangrijke zaken kan doen. Mm-hmm. Maar in de Eerste Kamer focus je natuurlijk op wetten waar nog wat mee is. Dus je bent niet bezig met de actualiteit van de dag. Maar wel nog eens even heel goed kijken of die wet wel klopt. En in het uiterste geval inderdaad, dan hou je het tegen. Het fijne is dat het heel erg gefocust is. Nou, de sfeer natuurlijk in de Eerste Kamer is ook erg prettig. Het zijn allemaal iets oudere mensen. En er is natuurlijk een informele cultuur die gewoon prettig en aangenaam is. Ook al ben je natuurlijk gewoon 180 graden oneens met bijvoorbeeld de collega's van de PVV Forum. Mm-hmm. Je kunt wel normaal met elkaar in debat, zonder dat het gelijk vervelend wordt. Dus dat is heel prettig. Hè? Het is politiek zoals het eigenlijk, zoals ik het graag zelf zie. Ik snap ook wel dat de Tweede Kamer, en waarom dat ook goed is, dat er ook een parlement is dat reageert op de actualiteit van de dag. En ook gewoon iets persoonlijker is. Of, hè, waar het meer, zeg maar, waar er meer wordt gesproken op de manier zoals wij ook gewoon in de kroeg van elkaar praten. Soms dat vinden sommige mensen erg vervelend. En het is ook nodig, hè, voor de herkenbaarheid. Maar in de Eerste Kamer dat is iets meer afgeleid, iets afstandelijker, iets meer de helikopterview. Mm-hmm. Dat is prettig. Ja. Okay. En hoor ik je dan ook zeggen dat je het dus fijner vindt, of misschien dat het meer bij je past, de Eerste Kamer in plaats van de Tweede Kamer? Ja, zeker. Dat past zeker bij mij. Ja. Want ik vind het erg leuk ook om ja, je moet ook alles zelf doen. Je hebt er geen medewerkers. Dus je zit die wetten zelf te doorpluizen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, ja, ik ben natuurlijk ooit als politicoloog opgeleid. Het is gewoon erg leuk om dat allemaal zelf te moeten bestuderen. En ook daar echt weer gewoon zelf weer helemaal in controle te zijn over je werk. En het is ook gewoon fascinerend, hè, de wetten die je tegenkomt. Mm. Dus ja, het past goed bij mij. En ik ben ook zelf ook niet zo'n ik vind het zelf prettiger, zeg maar, om met mensen van mening te verschillen. Dat je gewoon echt ook kan leren van die ander. Van waarom denkt hij zo? En wat is nou de achtergrond? En die ruimte heb je meer in de Eerste Kamer. Ja, mooi. En om even helemaal terug te gaan. Je bent in 2012 ben je Tweede Kamerlid geworden. Hoe ben jij politiek actief geworden? Nou, ik ben eigenlijk in 2007 al Tweede Kamerlid geworden. Ik had een vakbond opgericht. En die vakbond die kwam op voor de rechten van freelancers en flexwerkers. Wij vonden eigenlijk dat de polder te weinig aandacht had voor het feit dat zoveel twintigers, dertigers inderdaad geen vast contract hadden. Maar het hebben van een vast contract betekende ook gelijk toegang tot sociale zekerheid. En ook dat heb je niet als je zo'n flexibel contract hebt. En daar hebben we toen die vakbond voor opgericht. Wouter Bos was toen partijleider van de PvdA en die zei van ja, maar dat is inderdaad precies de sociale kwestie waar de Partij van de Arbeid zich ook mee bezig moet houden. Mm-hmm. En we moeten zorgen dat die kloof tussen vast en flex kleiner wordt.
En moet ik helaas constateren dat die kloof helemaal niet kleiner is geworden, maar dat er nog meer flexcontracten zijn gekomen. Het wordt ook gewoon internationaal ook gezien dat dat een van de grootste problemen van de Nederlandse arbeidsmarkt is. Ja. Ook al bestaat nog steeds. Maar dat was op een gegeven moment, zei hij van, nou, zou jij niet in de Tweede Kamer dan dit willen agenderen? En het feit dat er zo ontzettend veel mensen als ZZP'er zijn gaan werken en wat dat zou moeten betekenen voor onze sociale zekerheid. Dat ben ik toen gaan doen. Dus dat was van 2007, vanaf 2007. Ja. Ik wil iedereen die meekijkt, stel vooral je vragen, maak je opmerkingen en praat met ons mee. Dus laat vooral weten wat jij wil weten. En je zegt in verschillende interviews heb je een paar eigenschappen van jezelf genoemd. En ik ben benieuwd in hoeverre die mee of tegen hebben gewerkt in je politieke werk. Je hebt bijvoorbeeld jezelf als Einzelganger genoemd. En dat je niet competitief bent en naar anarchistisch. Wat mij is opgevallen in de verschillende interviews, dat je altijd heel eerlijk en open bent. Dus kun je iets vertellen over die verschillende eigenschappen en hoe het jou misschien juist heeft geholpen in de politiek of juist niet? Nou ja, goed, het heeft me geholpen en ook weer niet. Hè? Dus ik denk dat als je een nog betere mix van eigenschappen en van karakter hebt dan ik heb. Was het misschien wel verder als ik wat competitiever was geweest. Dat had waarschijnlijk geholpen. Als ik Einzelganger, op zich ben ik niet zo'n Einzelganger, maar weet je, grote groeps, ik ben niet iemand die dan heerlijk die netwerkborrels af gaat lopen. Ik vind dat echt heel erg. Yeah. Mijn eerlijkheid heeft me inderdaad ook wel geholpen, maar soms ook wel tegen me gewerkt. Dus ik kan natuurlijk moeilijk iets anders zijn dan ik ben. Mm-hmm. En zeker in de politiek, mensen vinden je leuk of ze hebben een hekel aan je. Er is vaak ook geen, als er een tussenweg is, dan kennen ze je niet. Mm. Kennen me wel, en ten goede en ten slechte. Dus je kan daar niet zoveel. En ook mijn advies bijvoorbeeld aan elke vrouw die denkt van ik wil op de politiek. En van jongens, wees je bewust van wie je bent. En wees je bewust van dat sommige karaktereigenschappen een zwakte kunnen zijn. Sommige kunnen een sterkte zijn, maar je kunt jezelf toch niet veranderen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ontzettende flap uit bent en je weet dat mensen daar echt negatief op reageren. Ja, nou goed, dat kan je bijvoorbeeld wel eens proberen wat in te tomen. Of als je heel zachtjes praat of te verlegen bent, dan kan je er best wel wat aan doen. Maar in essentie zou je het moeten doen met het pakketje dat je hebt en daar je ook niet voor schamen. Maar het allerbelangrijkste is, en daar gaan we het ook over hebben, dat je heel duidelijk weet met wat voor ideaal zit ik hier. Als je geen ideaal hebt, dan heb je ook niet, als het ware, niet de energie die motor gaat doen drijven. Als je er alleen maar zit van, ja, het hoort, het moet. Of ik vind dat dit moet doen, dat ik dit moet doen. Ja, dat helpt niet. Hè? Dus als je echt weet, ik zit hier gewoon verdorie om, in mijn geval, om die oneerlijkheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Nou, dat kan je een heel eind vooruit helpen. Dus ik ben nu bezig met een HEMA-project. Nou, dat is een vreselijk ingewikkeld project met allemaal juridische hobbels en tegenstand en mensen die niet in geloven, mensen die er wel in geloven, de ene route kiezen en blijkt dat het de weg doodloopt, de volgende route. Maar omdat ik een ideaal heb, ik wil verdorie dat de HEMA in Nederland blijft en dat het een coöperatie wordt en dat ook gewone mensen kunnen beleggen in de HEMA. En ik geef mezelf tot 2026, want er bestaat HEMA namelijk 100 jaar. Nou, dat geeft je wel, houdt je wel op koers. En dat maakt ook gewoon dat je af en toe tegenslag of een paar nachten heel slecht slapen, wat ik de afgelopen week ook heb gedaan, kort slapen, dat je dat aan kan. Als je echt gewoon per dag bekijkt van nou, wat zal ik eens doen en wat moet ik doen, dat is een hele zwakke basis, zeg maar, voor het werk wat je als politicus ook moet doen. En dat werk is best zwaar. Nee. En hoe ben jij tot je idealen gekomen? Nou ja, goed, zoals wel vaak. Ik had er namelijk ontzettend veel last van. Hè, dat ik geen vast contract kon krijgen. En dat ik dus ook geen, al op mijn 30ste nog in een studentenkamer woonde. En dus zeg maar dat je hele leven on hold zit. En ik vond dat zo vreemd. Dat de vakbeweging daar het niet over had. Dat de politiek het er niet over ging. Dat op mijn werk, ik werkte op de universiteit. Dat het gewoon maar heel makkelijk werd gevonden. Nou ja, goed, jij hebt gelukkig een vast contract. Dus we moeten nu even inkrimpen. We zien je over 2 jaar wel weer. Kom dan maar weer terug. Dat is iets van, hoezo? Je hebt me net vorige week gezegd dat mijn studie, dat mijn werk heel belangrijk is. Dat ik onmisbaar ben. En nu, omdat je weer een financieel probleem hebt met de cijfertjes, ben ik degene die ontslaanbaar is. Wat is dit? Waarom kunnen wij niet naar inhoud kijken in plaats van de vraag of iemand ontslaanbaar is, ja of nee?
En daar werd ik me zo woedend over. Nou, dat is dan de stap naar je ideaal is. En ook in de wetenschap, dit gold niet alleen voor mij. Dat gold voor alle dertigers en twintigers die ik kende. En vaak beginnen idealen door een besef over onrecht. Ja, en je zei inderdaad toen net ook al van, nou, het is er niet beter op geworden. Misschien is het ook wel erger op geworden nu. Hoe denk je dat dat moet gaan veranderen de komende tijd? Of hoe zie je dat? Nou, zoals wel vaker met hardnekkige politieke problemen, die zijn zo hardnekkig omdat er op een gegeven moment belangen botsen. En die houden elkaar gevangen. We hebben de hypotheekrenteaftrek. Elke econoom heeft toch al jaren gewaarschuwd. Ontzettend slecht systeem voor de arbeidsmarkt, et cetera. Het kost ook veel geld. Maar omdat daar gewoon politieke belangen zaten, duurde het gewoon heel erg lang voordat er een doorbraak kwam. Hetzelfde met het pensioenstelsel. Nou, dat is nu ook bij de arbeidsmarkt aan de gang. Dus iedereen met een beetje verstand van wat er aan de hand is en waarom dat zo is, weet, kan een analyse geven van waarom dat zo is. Maar je hebt ook te maken met de belangen van mensen die, als er wat verandert, dat zij worden aangetast in hun belang. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar als dat eindeloos blijft vooruitgeschoven worden, wat ook in het geval van de pensioenen is gebeurd, wat eigenlijk nu ook afgelopen jaar is gebeurd op de arbeidsmarkt, ja, het wordt steeds hardnekkiger. En nou, meestal is het zo, en dat komt uit de politicologische theorie, als er een window of opportunities, dus een mogelijkheid, een kans, dan kan heel snel soms een oplossing of een doorbraak worden gemaakt. En dat is meestal in Nederland zo bij het formeren van een regeerakkoord. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat bij het regeerakkoord, welke partijen daar ook al mee zou doen, dat daar wel de knopen worden doorgehakt. Ja, dus volgend jaar, 2021, na de Tweede Kamerverkiezingen, verwacht jij wel een hoopje, in ieder geval op een verandering. Ja. Oké. En je haalde net ook al de actie voor de HEMA aan. Hoe staat het daar nu mee? Ja, dat is ontzettend leuk. We hebben heel erg veel leuke reacties van mensen die, nou, we maken het mogelijk voor echt hele kleine fans, eigenlijk wel die. Maar het is met nadruk, zeg maar, een fonds, zoals eigenlijk de grote jongens dat doen. Hè. Het is een financieel fonds waar je in kan, waar je ook aandelen, certificaten van aandelen kan kopen. En wij maken eigenlijk iets wat tot nu toe altijd voorbehouden was tot de grote financiële partijen. Maar wij laten dat vullen door kleine en middelgrote en grote beleggers. Dus als jij bijvoorbeeld 100.000 euro op een spaarrekening hebt, dan moet jij binnenkort moet je negatieve rente betalen. Nou, dat soort mensen kunnen nu eigenlijk voor heel makkelijk kunnen zij HEMA-aandelen kopen. En dat is nog nooit gebeurd. Dat moet nog even een beetje doen. Dus in de afgelopen dagen werden we neergezet als het tientjes vond. Natuurlijk mag je ook voor een tientje meedoen. Het punt is nu juist dat we met heel veel beleggers, middelgroot, ook daadwerkelijk de HEMA-aandelen kunnen kopen. En dat is gewoon vreselijk leuk dat je eigenlijk de grote partijen beconcurreert met hun eigen middelen. Dus het heet de zogenaamde SPAC, een Special Purpose Acquisition Fund. Dat is normaal iets voor miljardairs die daar miljarden mee kunnen ophalen. Maar wij kunnen ook een paar miljoen ophalen. En precies hetzelfde doen als wat tot nu toe alleen de zakenbankiers kunnen doen. Het is echt het spel van de Zuidas. En ik gun ze dat. Maar ik gun ook de werknemers en de klanten en de kleine belanghebbenden in de HEMA dat zij ook eens een keertje meedoen. En waarom is het winst maken alleen maar voorbehouden aan de mensen die al zoveel winst maken? Waarom kunnen we niet meedoen met deze beleggingen en meedoen met zo'n fonds en zorgen dat werknemers en klanten ook die winsten die de HEMA nu eenmaal wel maakt aan kunnen meedelen? En dit is een vraag die we consequent stellen en we hebben nog steeds geen goed antwoord gekregen van de grote jongens van waarom wij dat niet zouden kunnen. We kunnen wel de afgelopen zomer heel hard op doorgewerkt met mensen met juridische kennis, financiële kennis, mensen die bij de grote zakenbanken hebben gewerkt, om het mogelijk te maken. Het is best ingewikkeld namelijk. En je kunt heel makkelijk zeggen, ja, doe mij een stukje HEMA. Maar voordat dat kan, nou, moet je wel een ontzettende bak met juridische en administratieve hobbels. En die hebben we genomen. En nu is het de vraag of het ons lukt om de komende maanden genoeg mensen te laten zien van hoe uniek het eigenlijk is, mee te laten doen en vervolgens ook aandelen HEMA te gaan kopen. Ja, dus je zijn nog steeds ook op zoek naar meer mensen die met jullie mee willen doen. Ja, zeker. En dat is het fonds staat tot 31 december staat het open. Dus
ja, zoals het dan in de financiële termen heet, een roadshow gaan we organiseren, zodat meer mensen willen. We hebben al heel veel mensen zich aangemeld, maar dat gaat groeien. En dat is een, ja, het is gewoon vreselijk leuk om datgene te doen wat nou, tot nog toe eigenlijk alleen maar door de Zuidas-kantoren werd gedaan. Mm-hmm. En omdat jullie dit nu doen, is het dan ook de bedoeling of is het dan ook mogelijk zeg maar, om dit bij om ditzelfde model op andere bedrijven toe te passen? Zeker. Zeker. Dus het is, kijk, als ons dit lukt of als het deze keer niet lukt, we hebben nu een model. Mm-hmm. Als je een heleboel bedrijven die bijvoorbeeld op een andere manier gefinancierd willen worden, je kan je voorstellen, je hebt een heel leuk bedrijf en je moet kapitaal ophalen omdat je wil gaan investeren. Dat kan je met de manier waarop wij het hebben opgezet, zo'n fonds maken en dan vervolgens laten vullen door misschien je vrienden of kennissen of misschien kennissen van kennissen. Kan je dus kapitaal ophalen of vervolgens gaan investeren. Ik weet bijvoorbeeld in Amsterdam is een boekenwinkel, is op die manier ook gered door de klanten van de boekenwinkel. Die allemaal zeg maar in een coöperatie zijn gaan zitten, die hebben daar allemaal wat geld in gelegd waardoor die boekhandel weer door kan. En op die manier maak je eigenlijk het geld dat er is in Nederland, zet je op een veel efficiëntere manier in, op een veel democratische manier, voor de bedrijven die, die geld nodig hebben. Waarom zou dat allemaal op een hele ingewikkelde manier, en ik weet gewoon dat er ontzettend veel aan de strijkstok blijft hangen, van, grote jongens, waarom? Het is nergens voor nodig. Dus dit is gewoon het, eigenlijk de, ja, de vernieuwing die wij proberen te laten zien, het kan. En we hopen natuurlijk ook dat dit lukt. En als het dit jaar niet lukt, dan gaan we volgend jaar het gewoon opnieuw doen. Ja, yeah. En waar staan jullie nu qua hoeveel jullie hebben opgehaald en hoeveel willen jullie nog ophalen? Dat weet ik niet. Dat zit bij die beurs, bij NXchange. Hè? Dus het beursplatform waar je dus kan inleggen en waar je ook je certificaten kan verhandelen. Oké, okay. Dus als mensen hier meer over willen weten of ook willen inleggen, dan waar kunnen ze dan het beste kijken? Oh, naar koopdehema.nl. Koopdehema.nl. Ja. Oké. Okay. En als je kijkt naar je terugkijkt naar jouw gehele politieke carrière, en je, bedoel, je bent natuurlijk nog lang niet klaar, maar waar ben je het meest trots op tot nu toe? Het meest trots? Ja, het is altijd heel lastig. Hè? Dan moet je altijd iets zeggen over een wetsvoorstel. Het mag ook juist over je eigen persoonlijke ontwikkeling gaan. Dat is ook, denk ik, juist ook interessant voor andere vrouwen om te horen. Ik denk dat ik zelf het meest trots op ben dat we met de PvdA eigenlijk een veel leukere club zijn geworden. Mm-hmm. Vroeger altijd best wel een vechtpartij en dat heb ik overigens niet alleen gedaan, hoor, maar ik ben gewoon heel trots op mijn collega's, mannen en vrouwen binnen de PvdA die op een gegeven moment hebben besloten, wij worden ook gewoon weer een leuke club. En dat zie je ook gewoon in het aantal mensen dat nieuwe leden, als je kijkt naar de wethouders en ook de fractievoorzitters binnen. Het zijn vaak nu veel vaker dan vroeger vrouwen. Het zijn veel vaker dan vroeger ook jongeren. Het zijn mensen die een beetje pragmatisch, optimistisch in de wereld staan. Dit verhaal wordt niet vaak verteld, maar dit is gewoon ook wel wat ik zie. Het loopt ook best wel lang al mee met de PvdA. Verandering is. Het is een ontzettend, ja, de idealistische club en de idealistische mensen hebben soms wel eens de neiging om heel erg elkaar de maat te gaan lopen nemen. Dat is de afgelopen jaren geleidelijk aan wel ja, weggegaan. Dat komt ook doordat we een hele leuke voorzitter hebben, Nelleke Vedelaar. Maar ook ja, de vorige voorzitter, Hans Spekman, dat weten niet veel mensen, maar die heeft ook ontzettend veel werk verzet om van de PvdA een club te maken die echt weer midden in de samenleving staat. Dus ja, daar ben ik eigenlijk wel goed op. En een tijdje geleden heb ik ook inderdaad Nelleke Vedelaar gesproken, ook op deze manier. En een van de dingen die zij zei is van, ik wil de meest inclusieve lijst samenstellen voor de Tweede Kamerverkiezing. Is die inclusiviteit een belangrijk onderdeel van wat dan de Partij van de Arbeid weer leuk maakt? Ja, en ook heel relevant. Dus dat hebben wij toen natuurlijk al jaren, dus dat op zijn lijst is om man en vrouw. Mhm. En daar zijn we gewoon heel consequent, er is gewoon geen discussie over, dat doen we ook gewoon. En als je er geen discussie meer over hebt, dan melden zich vanzelf de fantastische mensen die weten, nou ja, daar is plek voor mij. En het gaat ook over diversiteit als het gaat om je achtergrond. De PvdA heeft natuurlijk gewoon twee
keien van burgemeester geleverd, die op een hele natuurlijke manier, omdat wij zo open zijn, ook binnen de PvdA, heel snel op een plek waren, omdat ze zoveel kwaliteit hadden. Ahmed Marcouch in Arnhem burgemeester en Ahmed Abou Taleb in Marokkaanse Nederlanden in Rotterdam. Dat is echt iets, dat vergeet soms wel eens, maar waar wij als PvdA vrees trots zijn. Het alle trots ben ik natuurlijk ook Khadija Riep. Zo'n goede vriendin hoor, maar die, ik zeg altijd, jij bent de machtigste Marokkaan in Nederland. En dat klopt ook als voorzitter van de Tweede Kamer. Mm-hmm. We vergeten soms wel eens te vieren van hoe belangrijk het is geweest dat we daaraan hebben vastgehouden. Hè, dat je daarnaar blijft zoeken en dat het gewoon geen punt van discussie is dat wij altijd evenveel vrouwen als mannen op de lijst hebben. Nee. En als je kijkt inderdaad naar meer vrouwen in de politiek. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek. En mijn stelling is dat het ook vooral aan het systeem ligt. Dat het voor vrouwen over het algemeen minder makkelijk is om politiek actief te zijn en te blijven. En ik denk dat politieke partijen een belangrijk onderdeel uitmaken van dat systeem. En jij zegt heel erg, PvdA probeert juist heel erg inclusief te zijn. Maar wat denk jij dat er nog meer aan dat systeem moet veranderen om ervoor te zorgen dat we gelijke, gendergelijke volksvertegenwoordiging hebben, krijgen. Het zou heel erg als de andere partijen dit ook zouden doen. Dan zie ik inderdaad op links, hè, dus de Partij voor Dieren hebben meer vrouwen dan mannen. GroenLinks nog niet helemaal, D66 ook niet, maar daar zie je het wel gebeuren. Op een gegeven moment, ik denk dat we met z'n allen wat harder zouden moeten werken om dat tipping point te bereiken, dat je inderdaad gewoon 50-50 bent. Dat is natuurlijk de afgelopen regering is dat gewoon, is het eigenlijk achteruit gegaan. Maar je moet het gewoon eigenlijk gewoon heel erg normaal gaan vinden dat het zo is. En dat vinden we bij de PvdA. Dat kunnen we blijven uitdragen. Maar ik zit nu ook echt wel een beetje naar de andere partijen te kijken. Jongens, doe ook even mee. Als je dat belangrijk vindt dat we evenveel kans geven aan talent in Nederland. En dus dat mannen en vrouwen met van verschillende achtergronden ook gewoon mee kunnen doen. Ja, dan zullen zij toch echt wel een stap moeten zetten. Hmm. We kunnen natuurlijk altijd meer doen, maar op een gegeven moment, de PvdA is natuurlijk niet de grootste partij in Nederland. De andere partijen zullen ook eens met zichzelf misschien wat hardere afspraken moeten maken. Ja, yeah. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwelijke partijleiders of lijsttrekkers, daar doet PvdA het dan niet goed op, want we hebben dan nooit een vrouwelijke partijleider gehad. En hoe kijk je daar dan tegenaan? Mariette Hamer. Ja, nee, dat is. Ik neem aan dat de opvolger van Lodewijk, dat is een vrouw. Kan er niet anders. Ook gezien het enorme aantal vrouwen wat wij hebben in besturen, als wethouder, als burgemeester, kamerleden, ook in de Eerste Kamer natuurlijk. Ik durf daar wel een weddenschapje op te leggen. De opvolger van Lodewijk wordt een vrouw. En wanneer gaat die vervangen worden? Dat ligt aan Lodewijk, maar ik hoop het wel. Dat hij nog wel even een paar jaar meegaat. Want hij is, het is natuurlijk gewoon ook, dat is natuurlijk ook, dat moet je niet vergeten. We hebben bij de PvdA natuurlijk ook altijd de meest geëmancipeerde mannen gehad. Toen Wouter Bos begon met, op vrijdag heb ik mijn dag dat ik bij mijn kinderen ben. Hij is uitgelachen, hij heeft dat echt wel veel moeten slikken. Maar inmiddels is dat normaal. Ook Lodewijk Asscher, die moest ook echt wel eventjes doorbeuken voor het recht ook dat hij als minister wilde hebben. Om zijn kinderen 's ochtends naar school te brengen. Want als je dat niet doet, als je daar niet heel erg streng op bent, dan zie je ze nooit. Omdat vaak die avonden lopen altijd eindeloos door. Dus ik durf ook wel te zeggen dat wij de meest geëmancipeerde mannen hebben van alle partijen. En daar ben ik ook voor. Ja, yeah, mooi. En dat is dan vervolgens ook voor vrouwen weer wat makkelijker om te zeggen. Want tot nu toe, als jij als vrouw zegt, ja, ik ga mijn kinderen. Hè, je bent bijvoorbeeld premier. En je zegt, nee, ik breng wel mijn kinderen 's ochtends zelf naar school. Ik denk dat als een vrouwelijke premier nu dat zou zeggen, wat ze dus gewoon de halve groep gemeente over zich heen krijgt, dat het belachelijk is, doen alleen maar vrouwen. Maar hoe meer mannen dat ook doen, hoe minder dat een vrouwendingetje wordt. En dat helpt ook heel erg, hè? Ja. En heb je ook nog andere voorbeelden van hoe mannen zich zouden in kunnen zetten voor meer vrouwen in de politiek? Of misschien nog niet doen, maar het zouden kunnen doen? Nou, het gaat vaak om dat soort voordelen. Dus als je als vrouw op een gegeven moment een lijn trekt, of je zegt, nou, ik wil even een betere balans tussen werk en privé. Het was altijd een vrouwending. Maar hoe meer dat ook gewoon een ding wordt van iedereen, hoe minder dat aan je kleeft, hoe minder dat ook tegen je wordt gebruikt als je op een gegeven moment bijvoorbeeld een stap verder wil zetten in je carrière. Dus dat helpt heel erg. Maar ik in mijn omgeving, maar goed, ik ben helemaal niet representatief voor de rest van Nederland. Ik ken weinig mannen die het tof vinden om 80 uur per week te werken.
Net als ik zeggen ze, ja, maar daarvoor ben ik niet op de wereld gaan zitten. En als dat het offer zou moeten zijn voor een beetje normaal de dingen doen waar ik goed in ben, dan doen we dat natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. En het zijn natuurlijk heel vaak zijn er van die informele regels gesteld op de werkvloer, die eigenlijk, waar eigenlijk alleen maar mannen aan konden voldoen die thuis een huisvrouw hadden of een huishoudster die alles voor ze deed. En dat zijn van die impliciete regels geweest die eigenlijk andere groepen uitsloten. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het koor en allerlei organisaties, dat er van die informele regels zijn die anderen uitsluiten. Ja. Bijvoorbeeld borrelen en altijd heel veel drinken op vrijdagavond. Ja, als jij geen alcohol drinkt, om wat voor reden dan ook, ja, dan kan je niet meedoen. En dat soort regels worden natuurlijk langzamerhand worden duidelijk, worden manifester en worden ook ter sprake gesteld. En op die manier zijn we langzamerhand, zeg maar, het bolwerk, maar ook gewoon hele, hele foute gewoontes ook in de samenleving aan het doorbreken. Mooi. En wat is jouw tip voor vrouwen die politiek actief willen worden? Hou er rekening mee dat je eerst dat je een flinke eeltlaag gaat krijgen voor kritiek, want ik zie dat wel vaker bij iets jongere vrouwen, dat ze helemaal van de leg zijn als ze kritiek krijgen of dat op sociale media iets naars over wordt gezegd. Maar sociale media is natuurlijk niet representatief. He, je moet je bedenken dat de enige kritiek die je echt serieus moet nemen, die je mag raken, is kritiek van mensen die van je houden. Dat is één. Echt, daar moet je je eventjes voor voorbereiden als jij met je kop op tv komt, als je je nek uit gaat steken. Dan ga je dat krijgen. Dat zijn gewoon de wapens waarmee ze proberen je uit te testen en een eigen positie. Neem alleen de kritiek serieus van de mensen die van je houden. Dat is echt een hele belangrijke. En twee, misschien één, dit zijn twee belangrijkste. Weet waarom je het doet. He, dat ideaal waar ik het net over had, die als een bron, zeg maar, je voort blijft stuwen. Weet waarvoor je het doet en daarvoor zit je er. En als je die niet heel duidelijk hebt, nou, dan misschien moet je eerst even wachten voor je de politiek in gaat. Je hoeft niet de politiek in te gaan omdat het past bij je carrièrepad. Dat is een slechte motivatie. Je gaat de politiek in omdat je een ideaal hebt om iets te verbeteren, om iets te veranderen. Of omdat je iets waanzinnig je stoort. En die twee dingen, die, nou, ik denk dat je daar een heel eind komt. En wees gewoon nog niet bang dat je vaak op je bek gaat. Want dat ga je namelijk. En wat ook altijd wel mij heeft geholpen op een gegeven moment van, oh ja, ik ben niet de enige die het niet weet. Hè. Soms kan je ontzettend zacht naar allerlei mensen kijken met heel veel ervaring en denk je dat van ik ben de enige die vast niet snapt waar deze vergadering over gaat. Troost je, dat weet de andere helft ook niet of heeft het niet gelezen. Dat je moet vooral die anderen niet overschatten. Mooi. En voor de rest moet je gewoon een beetje ijverig zijn, maar dat niet te gek maken. Hè? Dus ik zie ook wel eens mensen in de valkuil stappen dat ze dan die eerste jaren gewoon zich helemaal te blubber werken. Dan begint hier nu een iets te draaien, zeg maar. We hebben een gebouw waar vaak de luxeflex vanzelf begint te draaien. Oh. Nou, dat zijn zo uit de losse pols de dingen die ik je zou kunnen aanraden. Mooi, goede tips. En hoe heb jij voor jezelf de eeltlaag gekweekt? Oh, door heel vaak op mijn bek te gaan. En elke keer dan weer op te staan van, hé, maar ik leef nog, ik besta nog. En mensen houden nog van me. En wat ook vaak in de constatering is, niemand heeft het gezien of mensen hebben het wel gezien en zijn vervolgens weer natuurlijk met datgene verder gegaan waar mensen altijd mee verder gaan, namelijk hun eigen zorg. Dus je denkt vaak van, oh, ik ben hier ontzettend afgegaan. En mensen zijn helemaal niet zo mee bezig, die zijn bezig met zichzelf. Dus dat helpt ook heel erg. Nee, politiek is ook gewoon, je kunt eindeloos veel boeken lezen en proberen elke wet die voor je ligt direct te begrijpen. Je moet het gewoon gaan doen. Zoals de meeste ingewikkelde dingen, is daar niet een handboek voor, er is niet een opleiding voor. Je hebt je eigen kaders, je hebt je eigen energie, je hebt die idealen die je moet drijven en je moet je bescherming een beetje op orde hebben. En zorg ook vooral dat je blijft praten met je vrienden. Hè? Dus dat je niet je vrienden gaat verwaarlozen. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja, om ook een beetje de mensen juist buiten de politiek te blijven spreken voor het perspectief. Voor het weet dat je alleen maar je Haagse post zegt, dan begin je ook gewoon in beleidstaal te praten. En begrijpen mensen niet meer. En je bent volksvertegenwoordiger, dus je zult de mensen met wie je bent opgegroeid, je vrienden, je familie, maar ook de buurt. Blijf ze zien en blijf ook gewoon nieuwsgierig wat mensen drijft. Mooi. Mooie tips. Hele goede tips, denk ik, voor vrouwen die... Ja. Zo ingewikkeld is het dus niet. Nee, heel goed. Dat is ook goed om te horen, denk ik. Zo ingewikkeld is het dus niet. Nee. Hele mooie tips, denk ik, voor vrouwen die ook politiek actief zijn of willen worden.
Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd en je delen van je kennis en je inzichten. Heb ik nog iets niet gevraagd wat je graag toch zou willen delen? Vast, maar dat zou ik nu ook niet weten. Het is gewoon een prettig gesprek en ik hoop dat mensen er wat aan hebben als ze het terugkijken. Zeker, dat denk ik zeker. Heel erg bedankt voor je tijd. Dit interview is zo ook nog terug te kijken op IGTV. En volgende week donderdag hebben wij de voorzitter van de VVD te gast, Christiane van der Wal. Dus Marlie, heel erg bedankt voor je tijd. En voor je werk wat jullie doen. Ja, graag gedaan. Jij ook veel succes en plezier. Oké, doei. Doei.